vind je nog meer lekker? Frietjes. Oh, yes. Ja, die vind ik ook lekker. Ja, op de Oskermis worden natuurlijk heel veel lekkere zoete dingen verkocht. En zoals deze zuurstok. Maar ik ben heel erg benieuwd wat nou, hier bijvoorbeeld het meeste wordt verkocht. En wat de mensen graag het liefst eten op de kermis. Dus we gaan eens even kijken. Wat wordt hier nou het meeste verkocht bij jullie? Een kaneelstok. Ja, de ouderwetse zachte kaneelstok. En wat vind je zelf het lekkerste? Ja, toch ook echt de kaneelstok. Ja, toch wel. Ja, of de suikerspinstok. Die is ook erg lekker. Kipling. Favoriet product dus. Vind je dit het lekkerste op de kermis? Ja, ja. Ja. Ja, ik heb het elke keer als ik op de kermis ben. Hoeveel aardappels gaan er zo op de kermis doorheen? Een hele hoop. Heb je zo ooit geteld? Nee. Ga ik niet doen ook. Wat eten jullie het liefst op de kermis? Kaneelstok. Ja. Ja, dat is gewoon uit je vroegste herinnering is dat dan gewoon super lekker. Dus dat doen we gewoon altijd. Dat is traditie. Dat is traditie, ja. En wat voor herinnering heb je dan aan? Nou, gewoon dat zoete en die fijne structuur en die kaneelsmaak. Dat associeer je gewoon met zon en met kermis. Ik hou meer van suikerspin. En jij, Mioni? Oh, ik hou suikerspin. Welke nootjes verkopen jullie nou het meest op de kermis? Meeste de gesuikerde mix en de gewone suikerpindas. Dat is de meest favoriete. En wat vind je zelf het lekkerst? Alles. Popcorn en suikerspin. En waarom? Omdat het lekker zoet is. Lekker zoet? En je houdt wel van zoet? En Wat vind je nog meer lekker? Frietjes. Oh, yes. Ja, die vind ik ook lekker. Is een sluspuppie het lekkerste op de kermis? Ja, ja. Ja? En wat vind je nog meer lekker? Ja. Oliebollen. Oliebollen. Ja, jij bent wel van oliebollen? Ja, ik ben zeker van de oliebollen. Dat zit er toch wel. En dan de gewone? Dan de gewone, ja. Of mijn krentjes, die willen we ook lekker. Maar die gaan we zo nog halen. En wat vind je de leukste attractie hier? Die ene hele grote flat. Welke? Die flat. Daar. Oh ja, ja die hotel waar je erheen moet lopen. Ja. Oh leuk. Die vind ik het leuk. Daar begin ik al sinds ik 4 was in. Kijk, heel goed. Dus je kent het al helemaal? Ja. Ja. Okay. Maar er zijn ook een paar dingen veranderd. Zoals de glijbaan, die was eerst veel kleiner. Ja. En nu is hij veel groter. Veel leuker nou. Ja.